Dennis? Voor de mensen die loter zijn toegekomen, aag daar alstublieft niet in voor een kortje te komen halen, een boodschap op te zetten voor Joyce. Wij bezorgen dat. En voor de mensen die dat al hier opgeschreven hebben, en dat is toch niet afgevuld, brengt dat ze biedt nog weer, dan gaan we zien dat dat in goede handen terecht komt. Schoon, Filip? Ja, het is volledig goed. Goed, dan zijn we stilletjes aan het moment voor onze Malchance-prijs uit te raken. De groeitechiek van 2015, geïndexeerd. Prijzen, Gintje. Ja. Dat ga ik de juiste check noveren. Ja. Ik pijs dus dat de derde echte Malchance-prijs is. We hebben het eerste jaar hebben we 2011. Pijzig euro's geschonken om de avers van Moensken van Possentje, omdat op carnaval zondag die mensen die roos afgebrand is. Het tweede jaar van de jongen van Graal en Grosch, die nog ziek geweest is, die ondertussen jammer genoeg al zelfs al overleden is. Dan hebben we een jaar niks gedaan van Malchance, omdat er in feite niet genoeg Malchance geweest is. En dan hebben we Chance-prijs nooit gediend, dat is goed. Ja, massas. En dan voor een jaar zijn we erin geslaagd van 10.000 euro bij je te brengen. Ver geloof mij goed, Dennis. Ja, die, dat doe ik wel redelijk Malchance winnen. Ja. Al even. Ja. En dus van de jaar is het weer back to basics. Wij schenken dus het jaartal in euro's aan iemand die ja, volgens ons graag en Marchands gaat dit. Dat is het minstje wat ik in zeggen. Waar zijn we eigenlijk naartoe geweest met carnaval? Ik ben een paar dagen naar Londen geweest, Dennis. Maar stond hij redelijk krap weg. Ja, maar in je avond was ik verdrommel op de markt. Hè. Volgens mij, naar Londen gewoon is dat niet goed. Nee, dat is juist. Goed, maar dat heeft niks met Marchands te maken. Dat is onze eigen domme vaat. Ja, alleen mijn vragen, weet je al dat er in zit. Hè. Mijn vrouw zit daar alle ja. Politiekers en al. Maar goed, allez, tijd voor de echte Malchance-prijs. We hebben er, ik kon het er zeggen als dat is, we hebben er lang over nagepest. Ander, de vorige jaren dat we dat toegekend hebben, waren we er op 2 minuten nooit. En waren we op 2 minuten, waren we allemaal zeker van, ja oké, het is goed. Wij weten wie dat nice Malchance gaat eten en wij weten nog wie dat moet gaan geven. Dat is. Ja, van de jaren was dat iets anders. Was serieuze deliberatie. Maar we zijn uiteindelijk overeengekomen. En de Malchance-prijs 2015. Gewoon nog. Ja, naar het op zijn roosters gezet afgebrand smaabelokot van de familie Delforce. Ja, wij vinden dat de familie Delforce al, ik weet niet wat, al Jorin, Jorwit, prijzen geeft. Voor alle carnavalisten in de wereld en het is voor een kleintje dat wij voor Vincent kunnen wij doen. Ja, inderdaad, het is ongetwijfeld maar een peulschil in vergelijking met weliswaar verzekerde kosten waar dat allemaal over gaat. Maar goed, je bent het moet tegenkomen dat je van hier aan stond voor komen zitten, van op een congé, als ik mij niet vergis. En dat ze bellen van, ja meneer, abroedwinning is aan het afbranden. Je bent beter, dan gaan we dus, dan gaan we kunnen komen meeblissen. Ja goed, allez, miseren je toch. Jij lost dat allemaal op, omdat je sowieso al een geweldige familie hebt. Maar uiteindelijk, kom het maar tegen. En daarom hebben we beslist van dat aan te geven. Dus we zullen dan ageren vandaag de symbolische check geven en de rest zullen we wel aan gegevens toucheren dat we dat kunnen overschrijven. Ja. Waarom moet dat altijd zo groot gemocht zijn? Hè? Ja, dat is. Ja. Ja, dat is gewoon heel fantastisch. Ja. Ja. Malchance! Wat iets zeggen ze even? Ja, bedankt. Ja, ik ben heel dankbaar. En ik ben vooral
Ja, heel fier, heel gros, kan ik daar eens zeggen. Want met geen dat gebeurd is, had ik het wel horen waaien dat ik genomineerd was voor de Malchanceprijs. Want er was geen nauw op mijn kop dat dag. Ja! Ja, ja. Geen oor op zijn kinnen. Geen oor op mijn kop dat dag dat ik effectief niet een prijs ging krijgen. En waarom? Dat is heel simpel. Ben ik niet van Oost. Die een prijs krijgen, dat is voor mij een bevestiging dat ik er wel bij hoor. Hey. En dat ik hier van heb. Hey. Dus bedankt. En ik zou ook zeggen, jullie weten, zowel Marcel als ik, als het op carnaval aankomt, als wij ergens kunnen helpen, we doen dat altijd met veel plezier, zolang als het mogelijk is. En dus, die prijs, je mag erop rekenen allemaal, dat hem volledig terug naar carnaval gaat. Dat is merci. Ja, je moet je echt meepakken. Ja. Ja, pakt hij wat mee naar huis en lukt er nog een gillenavond mee rond. Hè? Ja, dacht dat dobbel, zet dat in een achterzak. Wat stond er hier nog op ons planning, hè, Filip? De